Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. In het algemeen is er vrij veel bewolking boven Nederland aanwezig, maar erg veel neerslag valt daar nou ook weer niet uit. Hier en daar wel wat lichte neerslag in de vorm van een buitje, en de bewolking heeft in elk geval de overhand, misschien hier en daar al een enkele opklaring. Het is vanochtend 16 of 17 graden, vanmiddag loopt het kwik op naar 21 graden en het weerbeeld verandert eigenlijk niet zo sterk. Wolken in het algemeen in de overhand, soms een buitje, maar vaker is het ook wel droog. Er waait een zwakke tot matige wind. Bij zee is de wind vrij krachtig, ook vanavond is dat een windkracht 5. En dan is het wel op de meeste plaatsen droog en begint het voorzichtig wat op te klaren. Het wordt wel nevelig en het blijft vrij zacht. Morgen een dag met flink wat zon in de ochtend en snel oplopende temperaturen, tot 25 graden of zelfs iets meer. Later op de dag een toenemende kans op een regen- of onweersbui. We hebben een matige zuidelijke wind. Zondag meer buien, iets lagere temperaturen. En ook maandag en dinsdag hebben we het zeker niet droog. Gelukkig is er tussendoor af en toe wat zon. En de temperaturen liggen na het weekeinde net onder de 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.